bij een nieuwe video. Wij hebben vandaag Sleep Over met z'n vieren. Wij gaan vandaag een hele leuke Netflix serie kijken, namelijk Project MC². Die serie gaat over 4 hele stoere en slimme meiden die allemaal experimentjes uitvoeren met elkaar en allemaal missies doen. En daarom is het heel toepasselijk dat wij deze spullen vandaag gaan openmaken. Want eigenlijk zitten ook voor sommigen allemaal gadgets in en die gaan we vandaag allemaal uittesten. Aan het einde van deze video is er ook een winactie, dus als jullie een van deze pakketten willen winnen, moeten jullie tot het einde blijven kijken. En we gaan nu beginnen met het coole pakket. En daar heb je deze ook bij nodig. Wanneer zou eerstvolgende slaapfeestje met je beste vriendinnen? Want weet wat je absoluut niet mag missen? Dit experimenteerset van Project MC². Met deze kit kan je 6 verschillende cosmetische en scheikundige experimenten doen. Je kunt van alles maken met deze set, zoals gezichtsmaskers, scrubs en zelfs lichaamsgel. Je kunt dus nu aan de slag gaan met je experimenten om je huid beter te verzorgen, waardoor je volledig tot rust komt. Voer je eigen experimenten uit thuis of onderweg. Ga voor STEAM met Science, Technology, Engineering, Art en Math. Net zoals de meiden van Project MC². We hebben net deze uitgepakt en het is een rugtas. Dus je hebt hier van die bandjes die je om kan doen. En je kan hem openmaken en als je hem openmaakt dan... Heel voorzichtig openmaken, want er zitten spullen in. Ja, voor als je het eerste keer openmaakt, voorzichtig. Even zorg dat je hem zomaar op de kop laat liggen. Deze 4 spulletjes zaten ook nog in de doos, dus deze kan je ook voor gebruiken. En dan heb je nog in de tas heb je deze spulletjes zitten die je dan ook kan gebruiken voor je experimenten. Dat zijn vooral hulpmiddeltjes. Ja. Ja, en deze dingetjes kan je ook hier allemaal inzetten, dus dat gaan we nu ook even doen. En we hebben een handleiding waar alles in staat, dus die gaan we ook uitleggen aan jullie. Hier staan ook allemaal formules van bijvoorbeeld de lipgloss en de haarspullen. Hoe je dingen zo schoon maken. Dus ja. Oké, in dit boekje staan dus alle DIY's. We beginnen met de lipgloss, zoals hier staat. En we pakken dan dit lipglossbuisje, dat lijkt op een pen. En dan haal je dit kleine stukje eraf. En dan pak je de glitter lipgloss, doe je voorzichtig in het buisje. Nou, dit is dus de lipgloss. We hebben het glossje erin gedaan. En het lijkt dus op een pen, maar als je het open doet, is lipgloss. Zo ziet het eruit als je het opdoet. Jongens, zoals jullie kunnen zien, dit lijkt heel erg op een marker, maar eigenlijk is het een nagellakpotje. Dus wij gaan nu nagellak zelf maken. Oké, dit heb je dus allemaal nodig. Dit rijtje, want hier staat het in het Nederlands. En hier staat gebruiksaanwijzingen voor. Dat gaan we nu even uitvoeren. Je hebt nodig kleur voor de nail polish. En dit is de base. En dit zit inbegrepen in het pakket. Dus zorg dat je die 2 dingen hebt. En een bakje en een lepel. En dan ben je good om te gaan. En die doe je dus bij elkaar in een kom, ga je mixen en stop je daarna met het pipetje in de houder. Oké, dus nu is al gedeeld erin gegooid. Dan ga ik alvast even roeren. Dit is de marker en daarvan draai je de dop eraf. Daarna heb je een borsteltje. En dan draai je de borstel er ook af. Dan kan je hier de vloeistof instoppen met behulp van een pipetje. Zoals je ziet is dit een doorzichtige kleur met allemaal glitters erin. Dus het is best wel leuk. En vooral ook voor feestjes is het heel erg leuk. Want het geeft een hele erge party vibe. En daarom bij een sleepover dan is het extra leuk. Want dan kan je het gewoon bij elkaar opdoen. Ja, en dat je kan het bij elkaar opdoen en het ziet er allemaal heel mooi uit. Dus. En dit is het eindresultaat. Het is echt super schattig. Want je ziet vooral die glim. Die gewoon echt heel leuk is. En zo ben ik ready om naar een slaapfeestje te gaan. En stel je wil een foto maken, kan je je telefoon hier inzetten, wat super handig is. Want je kan ook make-up tutorials kijken. Dus dan kan je alle video's van MC² ook bekijken op een YouTube kanaal. Daar zijn ook uitleggen hoe je dingen moet doen. Of je kan natuurlijk ook de serie kijken op Netflix. Ja, je kan ook de serie kijken terwijl je je make-up doet. Alles kan, dus het is echt super handig. We zijn nu aangekomen bij de volgende box. En dan gaan we als eerst de highlighter lotion maken. Als eerst gaan wij... de highlighter kapot maken. Dat is echt pijnlijk aan je hart, maar... Dat gaan we dus doen met dit lepeltje en dan maak je hem kapot. Ik denk ongeveer zoiets. Als je meer nodig hebt, doe je dat later erbij. Stap je het even fijn. Dus je moet zorgen dat het hele kleine stukjes zijn, want anders dan mengt het niet goed met de body lotion. Dan ga je de body lotion erbij doen. En dan moet je het mengen. Dan doe je er een geurtje bij. Wij hebben ananas. Doe je een paar druppels van bij. Dan moet je weer roeren. Dan moet je weer roeren. Oké, het mengsel zit nu in het doosje. En dan heb je hier een brush. En daarmee breng je het aan op je huid. En als je goed kijkt... Als je goed kijkt zie je gewoon een glim. Als je het bijvoorbeeld over je hele arm doet, dan gaat je hele arm helemaal glimmen. De volgende DIY is super leuk, want dan heb je zo'n brilletje. En als je dus een masker opdoet, kan je deze ook opdoen. Dan doe je de komkommers in. En dan doe je hem op je hoofd. En dan heb je zo een maskertje. En het ziet er dus zo uit. En het is heel goed voor je ogen en voor je gezondheid. Dus ja. Dit was de video. We hopen dat jullie het leuk vonden. En we vonden het heel leuk om deze leuke producten uit te testen. En het eindresultaat is ook super leuk geworden. Heel erg bedankt MC² voor deze samenwerking. Ik vond het super leuk. En we hebben ook een winactie op ons Instagram-account gezet. Dus die staat nu in de beschrijving. En dan zien we jullie de volgende keer. Doei! Doei.